Deze reportage is mede mogelijk gemaakt door Woonboulevard Nijmegen. Volop variatie op een toplocatie. Kijk eens op woonboulevardnijmegen.nl. De man in de blauwe. Ja, ik heb gisteren finale partij in Rotterdam gebokst. En dat is super zwaar. Ik heb gewonnen. Ik ben zelf een lichtere jongen. Maar door veel training en proberen en alles voor te geven, heb ik toch kunnen halen. Ja, mijn tegenstander was veel groter, zwaarder. Ja, ook iets beter getraind. Ik had korte tijd. Maar ik heb veel ingehaald, ook in de korte tijd. Qua conditioneel, technisch. Door een wildcard kon ik toch mee aan het NK. Op de plus 91, wat niet mijn eigen gewicht is. De boksbond heeft me toch toegelaten omdat ik vroeger toch gepresteerd heb. En ze wilden me toch nog een kans geven om het te doen eigenlijk. En ik heb me eigenlijk bewezen. Eigenlijk zou ik de halve finale boksen tegen mijn tegenstander. Maar omdat er eentje technisch KO is gegaan, kon die niet boksen. Dus die is dan uit het toernooi wordt je dan gehaald. En dan had ik meteen de finale partij. En dat is goed afgelopen. Voordat ik thuis kwam, ik denk eens van 300-400 Facebook berichten van gefeliciteerd, trots. Van mijn trainer, van de vrouw, van iedereen eigenlijk. Heel veel positieve reacties van de school, van alles eigenlijk. Ik heb me voorbereid op de universiteit, sportcentrum. Dat is eigenlijk waar ik niet thuis was om te trainen, laat ik zeggen. Maar mijn trainer, Willy van Haren, die geeft daar les. Dus hij gaf mij de mogelijkheid om daar te trainen. Mijn sponsor, Dutch Harbor, heeft me erbij geholpen qua artikelen voor hardloopschoenen en dat soort dingen. En de Nijmeegse Boksacademie die binnenkort in Nijmegen een nieuwe boksschool opent. In de Hoornig. Ja, een korte tijd van 3-4 maanden heel hard gewerkt. Heel veel conditie, kracht, techniek. Maar niet kunnen sparren, want de ene naar de andere sparringspartner heeft zich afgemeld. Omdat die lesje echt bekend staat omdat hij gruwelijk hard slaat. Heeft mijn sparringspartner gebruikt, maar ik ben op een leeftijd waar het ook niet meer zo heel goed gaat. En we hebben een hele korte tijd echt naar deze piek toegewerkt. Maar we staan nu denk ik op 40% van zijn kunnen. Hij kan nog 60% beter gaan boksen dan hij nu gedaan heeft. Ik wil liever toch weer ooit een keer op een WK of EK staan. Dat is toch wat mooier dan de NK, vind ik zelf. Dus daar gaan we ook voor werken. We hebben straks ook gewoon alles voor in de eigen boksschool dan. Heb je meer faciliteit om dat te kunnen behalen? Wat we nu willen zijn grote wedstrijden gaan boksen. We hebben nu contacten vandaag al gelegd met de Duitse Bundesliga om daar te gaan boksen in de eerste liga. Er zijn 8 tot 12 wedstrijden. En waarschijnlijk is het misschien Hertha BSC in Berlijn of Velbert. Grote clubs. En misschien weer naar de EK. En Olympische Spelen is nog heel ver weg, zeker in het zwaargewicht. Nou, vanaf januari gaat Ilasje in Nijmegen en de oude honingfabrieken trainen op de Nijmeegse bokstempel, de Nijmeegse boksacademie. We hebben nu getraind op de Universiteit Nijmegen, Rappersportcentrum. Daar is heeft hij van een heel klein bedrag mee mogen trainen en kunnen trainen, alle mogelijkheden kunnen maken. En straks vanaf januari in de boksacademie kan hij weer fulltime gaan boksen. Ik wil mijn trainer Willy van Haren bedanken voor de vertrouwen. Ik wil mijn sponsor Dutch Harbor bedanken voor de spullen en accessoires wat ik allemaal heb gekregen om toch te kunnen trainen. Ja, en iedereen die mij wel heeft gesupport daar, wil ik ook allemaal bedanken. Nieuws uit Nijmegen. Altijd op de hoogte.